Hallo mensen, Groen van DNPNL met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met een nieuwe video. En vandaag heb ik hier het alleroudste team van FIFA 17. Alleroudste, dit zijn allemaal mensen die mijn vader hadden kunnen zijn. En waarschijnlijk ook allemaal jullie vader hadden kunnen zijn. Best eng. Als je voor deze video een duimpje omhoog had kunnen laten, zou het super arm zijn. 5000 likes zou top zijn. Als je nou abonneert hieronder zo en dan op dat belletje klikt ernaast. Want ja, ik neem aan dat veel van jullie al geabonneerd zijn. En als je dan op het belletje klikt wat ernaast staat, krijg je een melding wanneer ik een nieuwe video upload. En dan hoor je bij de Notification Squad. Ik zie steeds meer comments van mensen die het typen. Hartstikke nice. In ieder geval, laten we maar beginnen. En de allereerste speler is Richardson. En Richardson komt uit 1969. En 1969, dan ben je... Ik was zo goed in rekenen. 47. Ja, 47 is deze man. 47. Wat ik me nou afvraag, hè. Je bent dus 45 rated. Je hebt een bron... Ja, dat is meestal als je 45 rated bent, Koen. Speelt bij Wycombe. Denk je niet van, weet je, ik ben 47. Het is mooi geweest. Denk, je zou nog de eerste keeper zijn? Ik heb geen idee. Breid er een eind aan gewoon, jongen. Dan gaan we naar de restback. En de restback is Anderson. En Anderson... is best jong. Hij is 38. 38. Ik bedenk nu pas hoe oud je bent. 47? 47? What the fuck? Maar hij is man 38. Ook best oud voor een voetballer. Hij heeft 41 pace. Vrij kak. Een hele slechte stats. Sowieso echt een fucking moeilijk team worden mee te spelen. Dan gaan we naar de eerste centerback. Dat is... Ja. Ja. Jetul Weiler. Weiler. Hij is 40. Hij is 40. Weiler. Hoe spreek je het uit? Hoe spreek je het uit? Een raar teken, jongen. Weiler. Hij is 40 jaar, 50 pace, vrij kut, geen zin om mee te spelen, moet ik toch doen. Ziet er niet heel best uit. Als volgende centerback hebben we Chugia, een lekkere kale Japanner. Hij is 42 jaar oud, heeft hoge workrates, what the fuck, dat betekent dat hij nog fucking veel te rennen is, een beetje zoals Dirk Kuyt. En hij is 42 jaar, what the fuck. Waar speelt hij eigenlijk? In de Japanse league? Ja, bij Fan for Red Kofu. Is een goede club, heb ik gehoord. Ben er zelf ook wel flink fan van. Prima clubje. Dan zijn linksback is Abdul Ghani. En Abdul Ghani is 39, een van de jongste spelers uit het team. Hij heeft op zich nog een best een kaartje. Hij heeft goed haar ook. Ziet er goed uit. En ja, valt niet heel veel over te zeggen. Gewoon wel redelijk kaartje. Oké, mijn rechtsmid is Ainsworth. En Ainsworth heeft ook hoog workrates. Kijk, volgens mij, die spelers kunnen allemaal niet meer zo goed voetballen. Dus gaan ze gewoon heel hard rennen. Hij heeft 37 pace. En deze stats zijn echt heel erg slecht. Nou, ga mijn Siri weer aan. Siri zei het spijt me. Oké. Kutstats. De volgende middenvelder is Morantes. En Morantes is 41 jaar, heeft 36 pace. En is, ja, hij heeft wel goede passing op zich. 75 passing kan ik wel beleven. Voor de rest, ja, ook mooi, geen haar. En voor de rest, ja... Ja, ik kan er niet zo over zeggen. Ja, 3-star skills is gewoon matig. Dan CVM hebben we Timmy Simons. En Timmy Simons heeft normaal hoog workrates. En iedereen kent Timmy Simons natuurlijk. Hij heeft bij PSV gespeeld, als ik het goed heb. Al wel een tijdje geleden. Hij speelt nu nog steeds. Hij is 40 jaar inmiddels. En volgens mij zit hij nog steeds basis bij Club Brugge. Bij Belgische kijkers kunnen dat natuurlijk wel zeggen. Speelt hij nog basis? Volgens mij wel. Samen met Ruud Vormer uiteraard. 35 pace. Vrij traag. Ja, echt wel heel traag. Dan op linksmid hebben we Allison. En Allison is ook een van de jongens van het team. Hij is 38. 37, 38, 37. Bijna 38. Hij is 37 en hij is 90 pace. En hij heeft wel goede physical, want hij is 1,83 meter. Dat hoeft op zich helemaal niks te zeggen, maar ja. Hij heeft dat lekkere garnaal als logootje. En ja, voor de rest, ja. Kut. Dan hebben we Francesco Totti als eerste aanvaller. Totti natuurlijk. Echt een legend. 40 jaar oud inmiddels. En nog steeds een 80 rated car met 34 shooting. Fucking beast. Ja, echt een legend. Kan je linksom, kan je rechtsom. En laatst weer in het team. Is een grijze Japanner. Ik heb nog niet in mijn leven heel veel grijze Japanners gezien, maar deze Japanner is echt grijs. Hij heeft hoge workrate, ook is 1,89 meter, heeft 33 pace. Ja, wat kan ik er nog meer van zeggen? Ja, niet heel veel. Ja, eigenlijk helemaal niks. Ja, echt een kutkaart. Het hele team bestaat uit kutkaart eigenlijk. Maar maakt niet uit, we gaan weer een potje doen. Let's go. Let's go. Potje nummer 1. Let's do this. Dit is zijn team. Hij heeft een Pools team. Best leuk. Oké, een Pools team. Prima. Payet FC heet het. Maar lekker. Ja, 3 in vorms. Leuk teampie. Let's do this. Nou, let's go. Let's do this. Wat gaan we lekker, joh. Ik voel nu al dit team heerlijk speelt. Trouwens, mensen. Ja, nee, dit komt echt veel te laat online om nu te zeggen dat de no-loss glitch opgelost is. Maar op het moment dat ik het zeg, is de no-loss glitch opgelost. Misschien wel helemaal niet opgelost. Maar je heeft net een update uitgebracht. Waarin staat hij is opgelost. Dan gaan we. Totti. Ja, dit is jammer. Het is wel leuk dat onze Japanner ook grijs is in game. Dat is wel realistisch. En hashtag realisme is altijd leuk. Dat is een kutpaas van onze grijze Japanner. Nee. Abdul Ghan. Lekker maat. Nee, Wislau. Lekker keeper. 45 rated, 48 jaren jong.
Allison, wat gaan we lekker, joh. Allison, dat is niet best. Met zijn vleespet. Hop, hop, lekker. Timmy Simons, goede voorzet, Japanner. Oh, wat een kans. Had erin gemoeten. Jammer. Ja, Totti. Nee, ja. Ah. Let's go, kopbal. Oh, Totti had het echt moeten maken. Maar daar staat Morantes voor de volley. Morantes. Oh, wat een aanval. Morata. Hij heet niet Morita. Morita. Oh, supermercado. Meh. Kutzooi. Hens. Dat is Hens. Hens van de Moesje. Nee, dikke BMW. Ah, dit is een man aan het doen, joh. Ja. Morita. Oh, kak. Ik wilde zo weinig. Bijna mijn lekkere Japanner. Mijn lekkere Japanner. De grijste Japanner die ik ooit gezien heb. Jammer. Kom op. Nee. Wat? Hij heeft harde doelen. Oh, wat naar. Hij heeft harde... En hij doet Gangnam Style. Wat? What the fuck? Hij heeft harde doelen. Hoe kan je nou harde doelen hebben, jongen? Ja, hij doet op zich wel goed. Ja, het is wel een goede goal. Van Vlaslo. Ja, goede goal. Kijk, ik heb de grootste kans gehad, maar je moet ze dan wel afmaken, jongens. Kom op. Totti. Nee, is niet Totti. Wel Totti. Die is wel traag. Kan je linksom, kan je rechtsom. Totti is niet de snelste speler waar ik ooit mee gespeeld heb. Oh, keeper. Lekker keepertje, Richardson. En wat gooit hij ver uit? Kom op. Ja, wie is dit? Timmy Simons. Waarom heb ik alleen maar Timmy Simons in de aanval de hele tijd? Oh mijn god, kan dit nou? Nee. Ah, jongen, hij schiet gewoon twee keer vanaf 30 meter en dan gaat hij erin. Ja, dan kan je linksom, kan je rechtsom, maar dat is gewoon lullig. Daar ben ik niet blij mee, jongens. Helemaal niet zelfs. Ik word er echt niet vrolijk van. Maar maakt niet uit, we gaan nog wel proberen te scoren. Want hier komt onze grijze Chinees die weer een kutbal geeft. Ja, dat is wel jammer. Hij loopt me gewoon op te naaien hier. Waarom scoort hij een eigen goal? Wat wil deze man doen? Ik snap het niet. Hij scoort een eigen goal met zijn keeper. Waarom? Waarom doet hij dit? Zo, ik dacht dat hij er weer in vloog. Waarom scoort hij godsnaam een eigen goal? Het staat echt nergens op. Het staat er nergens op, maar... Oh, goede redding. Ja. Oh, wat een kans nog. Ik ben hier niet blij mee. Een doeltrap. Hoe kan dit? Hoe kan dit in godsnaam een doeltrap zijn? Wat ga je nou doen? Wat doe je nou? Wil je nou verlenging of zo? Wat doe je nou? Wat doet deze gast? Ik snap geen reden wat deze gast doet. Hé? Wil die penalty's of zo? Nee. Ga ik alsnog verliezen is de vraag. Oh, hij zit hem bijna nog een keer binnen. Oké, is 2-2. Nou ja, veel meer schoten. Hij is ook gewoon veel beter. Mijn spelers hebben niet heel veel fitness meer. Kan natuurlijk komen dat ze allemaal 40 jaar oud zijn. Op naar de verlenging. Kellison. Oh nee, Allison. K. Allison. Ik snap alleen niet waarom hij al de ballen in eigen goal schiet. En waarom doet deze man alleen maar longshots? Ik snap er geen reet van. Nee. Oeh, het scheelt niet veel. Oké, 2-2 bij rust. We gaan door. Nee, nou wil ik het niet veel. Ik wil naar pijltjes. Dan kan ik hem gewoon winnen. Ja. Op de grijze Japaner van van Nederland. Penalties, jongens. Let's do this. Daar komt de allereerste penalty van Kael. Hij schiet hem goed binnen. Die harde doelen. Ik krijg er gewoon herpes van. Ik krijg er echt herpes van. Hoppa. Hop. Lekker. Easy goaltje. Torres. Totti. Onhoudbaar. Komt die van hem? Ja, dit is weer goed. Die harde doelen, jongen. Door het midden. Prima. Easy goal. Lekker. Ah. Lopen te pranken. Hoppakee. En weer door het midden. Lekker. Wat gaan we lekker, joh. Ah. Zie ik niet of je tegen de lat gaat of in het goal. Kutzooi. Oh mijn god. Ik ga verliezen. Als ik deze scoort, heb ik verloren. Wat ga je nou doen? Links. Ah, kut. Ah, binnenkant paal. Ah. Oké, ik heb verloren, mensen. Ik hoop wel dat jullie een leuke video vonden. Als je hem leuk vindt, vergeet zeker niet te liken. Ah, verloren. Ah, kut. Maar kan gebeuren. Wil je meer van mij zien? Klik dan hier op het abonneerknopje. Hartstikke leuk. Hier zie je mijn vorige video en hier zie je een andere leuke video. Zeker even op klikken. Ja, even lekker klikken. En zeg, lijkt het video gewoon niet de volgende keer. Dus doei. Later.